Stil! Maar het kan ook Bianca worden. Maartje! Alleen hoor ik niemand van Bianca. Jongens, waar zijn die fans van Bianca? Als we nu een soort publiekstelling zouden houden onder het publiek. Als ik nu iedereen voor Robin mag horen. Ik weet wat je nu gaat zeggen. En nu iedereen voor Koos. Goed. Nou, Bart, jij ambieert volgens mij hier een functie als presentator. En hoe zit het eigenlijk met die 250.000 gulden van jou? Heb jij die al uitgegeven? Ja, ik heb een Ferrari gekocht en dat was het. Nee, niet lullen. Wat heb je gedaan daarmee? Niks. Het staat niks. Op de bank. Staat er nog? Ja, ik heb er weinig aan. Maar wat doe jij, man? Want ik hoor jou op de radio. Klopt, nog steeds. Nog een paar maanden. En ik heb een eigen bedrijf opgestart. Wat ik in de tuin heb gedaan met al die mensen. Dat was zeg maar een soort voorproefje van wat ik nog meer ga doen het komende jaar, de komende jaren. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat het ook met de winnaar van dit jaar heel goed afloopt. Want dat is zeker zo dat het met je goed is afgelopen. Wie het ook mogen zijn. Wie het ook mogen zijn. Maar laten we nog heel even teruggaan naar dat huis. Vorig jaar. Jij zat daar, uiteindelijk. Wat voel je dan voor elkaar? Gun je die prijs aan elkaar? Ja, sterker nog. Ik gun het Ruud eigenlijk harder dan dat ik het mezelf gunde. Serieus. Kun je me raar aankijken. Maar dat is echt zo. Ik bedoel, ik ben 23. Toen was ik 23. Ik had nog wat spaarcentjes over van de tijd dat ik in dienst heb gezeten. En Ruud zat in een hele andere, voornamelijk financiële situatie. Die jongen kon het veel harder gebruiken. Hij heeft het dit jaar redelijk bijgetrokken. En ik gun hem alles wat hij heeft gekregen dit jaar. En vind jij het erop lijken dat zij elkaar die prijs nu ook gunnen? Ik weet het niet. Ik zou zeggen van wel, want je gunt het elkaar. Je hebt ruim 100 dagen met elkaar doorgebracht. En uiteindelijk weet je van elkaar, nou, als iedereen maar goed terechtkomt, dan komt het allemaal wel weer goed. En dan maakt dat geld, dat maakt dan een stuk minder uit dan dat je eigenlijk zou denken. Ja, en Koos in die 50 mil nog even kort, wat vind je daarvan? Ja, kan hij zo'n halve vrachtwagen verkopen. Wat zeg je? Dan kan hij zo'n halve vrachtwagen verkopen. Maar jij zegt dus hij had het niet moeten doen. Dat zeg ik niet. Ik zie dit in je ogen. Ja, hij weet niet dat hij wel of niet voor staat. Ik zie weer meer dan er is. Maak ik een heel hard applaus voor Bart. Nou, straks na de reclame, dan gaat het gebeuren. De zinderende ontknoping van Big Brother 2000. Bianca of Robin, wie gaat het worden? Wie neemt die 250.000 gulden mee naar huis? Zometeen weten we het. Tot straks. Jongens, beste mensen, het is zover. Binnen nu, en nog wat minuten, weten we wie de winnaar is van Big Brother 2000. We weten dat er één iemand is afgevallen. Koos, die is natuurlijk automatisch als derde geëindigd, omdat hij 50.000 piek heeft aangenomen. En die krijgt hij ook echt. Maar wie? Van de twee, Bianca of Robin, heeft gewonnen. Kan één van jullie hier beneden, stelletje schurken, mij een envelop geven waarin staat wie de winnaar is? De envelop wordt gehaald. Ik ga nu naar het huis. Koos. Koos, kan je me horen? Ja, ik hoor je, Bo. Geef Bianca een zoen. Ja, zeker weten. Geef Robin een zoen. Zullen we dat maar niet doen? En kom naar buiten. Oké. Hey, jongen, sorry dat ik... Hey, jongen, man. Het maakt helemaal niet uit. Ik wou zeggen, ik geef een dikke plat op je bek. Ik zie je zo, hè? Ja, hey, sterkte jongens. Zet er vast een biertje voor me klaar, hè? Zet er vast een biertje voor me klaar. Ja, is goed.
En nou in Thai. Hey Koos, te gek jongen. En, ik zie je zo. Oké. Oké? Tot zo. Wow man, wat een fantastisch. Mooi toch? Hé hey, Koos, succes hè. Koos. Damn, that's wicked. Oké. Haha. Dankjewel, John. Is goed. Dat is goed. Is gewoon goed, ja. Robin en Bianca. Ja. Eén van jullie gaat zometeen met 250.000 piek naar huis. Hoe is het? Goed. Zin in. Is goed. Met jou? Ik ben volgens mij net zo gespannen als je. Nee, het gaat hier hartstikke lekker. We zijn er klaar voor, dus zeg het maar. Dat duurt nog even. Zometeen ga ik de naam noemen. Oké. Maar eerst... Als ik die naam noem... Van degene die Big Brother 2000 heeft gewonnen. Dan nemen jullie afscheid. En dan komt de nummer 2 onmiddellijk naar buiten. Doen we. Oké? Okay? Yes. Good luck. Jij ook, hè? Ik zie je zo. Ik zie je zo. Wacht maar. Ik heb hier de envelop. Goh, konden we je maar zien. En die ga ik openmaken. 108 dagen, jongens. Dat is een feest. Absoluut. Robin? Ja. Bianca? Ja. De winnaar? Winnaar. S? Van Big Brother 2000. En ik ga het nu zeggen. Is geworden. Bianca. Ja. Nee. Oh, nee. Wacht hem uit. Nee. I don't know. Wat? Oh, shit. Oh, hou mij vast. Oh, nee. Oh, nee. Gosh. Nee. Was bang. Oh, man. You did it. You did it. Oh, nee, 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 nee. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dit is niet geloven. Draai even terug, hé. Maar. Gefeliciteerd hoor. Echt. Ik zie het zo toch? Oké, okay. Stijgen hoor. Feesten. Mag ik al gaan? Heb je koffie, jullie? Oh, je hebt. Oh, mijn god, mijn god. Hallo! Mijn god, mijn god. Jeetje, Mickey! Oh, te gek, echt te gek!